De kasreserve van 100 miljoen was bedoeld om gebruikt te worden. Dit haalde vicepresident Ashwin Adin gisteren aan tijdens de uitreiking van grondbeschikkingen te Altona in het district Wanica. Adin zei dat er afspraken met de bankiersvereniging waren gemaakt om een investeringscomité samen te stellen. Volgens hem zou dit comité moeten nagaan hoe het geld gebruikt kan worden. Ondanks deze afspraken verspreiden sommige mensen echter bewust verkeerde informatie over de kasreserve, zei Adin. Dit heeft volgens hem onrust veroorzaakt in de samenleving. Dat geld was daar bedoeld om te gebruiken. Maar er was een afspraak met de bankiersvereniging. En die mannen hebben gezegd, hier nog, we maken een investeringscomité. Dan gaan we samen managen hoe we dat geld gaan gebruiken. Want er moet importen gedekt worden, basisgoederen moeten verdaald worden, intervenering, aflossingen moeten gebruiken. Voor zoveel dingen kan je dat geld gebruiken. Maar het geld gaat gebruikt worden. Dat gaat weer aangevuld worden. Dus niet dat het geld niet gebruikt mag worden, maar men creëert die situatie. Het geld is weg. Het geld is daar om te gebruiken, maar de afspraak was, we zouden het samen met de bankiersvereniging doen en die mannen zijn boos. Want we hebben het nagelaten op de bank, of op de governance of wie dan ook, om die in dat comité te maken en dan gaan we het samen doen. Dat is gebeurd. Dus die mannen hebben gelijk, we hadden afspraak, we zouden samen kijken hoe we het gaan gebruiken. We gaan het gebruiken. Niet dat het mag niet gebruikt worden. Het gaat weer aangevuld worden en gewoon weer keer gebruiken. Maar wat creëren die mannen? Ze gaan tekenen. Verder haalde vicepresident Adin aan dat het de regering veel energie kost om deze onwaarheden te onderzoeken en recht te trekken. Hij vraagt de gemeenschap om bewust te zijn van fake news. Mensen, volgende keer. If you hear nonsense, we hebben dat Amsterdam nep nieuws. Het komt van neppe mensen. Hè? Dus als mensen komen met nepnieuws, moet je eerst wat in je hoofd komen. 90% kans, dit moet van een paar half hoofden komen, met halve informatie. Kom wachten, regering. We wachten rustig op de officiële berichten en dan komen we tot rust. Het kost veel energie om te doen wat we vandaag hier doen. De president hebben gezegd persoonlijk mee bezig gehouden. Laten we dat ook een beetje waarderen. Vicepresident Ashwin Adin. Hij sprak gisteren tijdens de uitreiking van grondbeschikkingen te Altona in het district Wanica. Bijkans 800 mensen hebben een beschikking ontvangen.